Hallo, hallo, hallo. Goedenavond. Goedenavond. Good evening. Ik zeg het in het Nederlands en in het Engels, because there is a big chance that we are going to Nederlands spreken, Engels spreken, Farsi spreken, Arabisch spreken en Baluchi zelfs spreken. En als je denkt, Baluchi, wat? Waar komt dat vandaan? Gaan jullie straks horen. Maar ik begin in het Nederlands en als ik denk, hij of zij kan het niet volgen, dan gaan we overschakelen op andere talen. Maar voor de sprekers die straks komen, daar maak ik een uitzondering voor. Dus als iemand zegt, I really wish to speak English, the members of panel, so that's their party, they can speak English. Maar voor ons, we gaan het alles een beetje door elkaar doen. Ja, is het afgesproken? Ja? Oké. Okay. Vergeet niet om jullie telefoon op stil te zetten. Sowieso. Telefoon op stil. En het volgende punt is natuurlijk, jullie kunnen net zien, ik kan het niet meer zien, ik ben echt oud voor de. Maar daar staat Week van de Eenzaamheid. Dat is dus de hashtag van de avond. Dus mocht je van de Twitter, bij het Twitter-volk horen, go your gang. Mijn naam is Baram Sadeghi en ik ben jullie gespreksleider, jullie moderator. En het is natuurlijk een enorme eer, maar ook een enorme verantwoordelijkheid. Het enige wat ik eigenlijk vanavond moet doen, is gewoon twee goede vragen stellen. De tijd in de gaten houden. Jullie in de gaten houden als je een vraag wil stellen of opmerking wil maken. Kom ik naar je toe met de microfoon. En dat zij ook een beetje gewoon water drinken en een beetje goed in de microfoon praten. Echt, kind kan de was doen. Echt, ik hoef helemaal niks te doen vanavond. We hebben echt de gekke mensen vanavond hier. Een avond natuurlijk die in het teken staat van de Week van de Eenzaamheid. Die is afgelopen maandag begonnen. En is going on to till next Friday. En de Week van de Eenzaamheid valt eigenlijk in de week tegen eenzaamheid. Ja, je hoort het al. De voorzetsels vliegen je om de oren. Dus zoals mijn oma zegt, er komt heus ook een keertje in Amsterdam de week voor eenzaamheid. Maar until that glorious day, we moeten het voorlopig doen met de Week van de Eenzaamheid. Dat is een project aanpak eenzaamheid in Amsterdam. Is vorig jaar begonnen door gemeente Amsterdam. Het is een heel, ik hoef jullie misschien niet te vertellen, maar ik ga het toch doen. Het is een heel serieus probleem. Het is een heel groot probleem ook. Want volgens de GGD zijn in Amsterdam 300.000 mensen die op de een of andere manier te kampen hebben, last hebben van eenzaamheid. 300.000 mensen. We hebben over 80.000 Amsterdammers die echt ernstig eenzaam zijn. Dus ja, ik kan wel een beetje luchtig hierover doen, maar het is echt, wij hebben met z'n allen, en ik ga ook zeggen wat ik daar bedoel met wij, het is echt een ding, groot ding in Amsterdam, een complex probleem. En je kan je voorstellen, dat kan je niet alleen maar aan de gemeente overlaten. Wij zijn de gemeente, wij zijn de Amsterdammers. En als ik het over wij heb, weet je, over de oplossingen die we misschien in de avond gaan, dat woord gaan jullie horen, oplossingen, solutions. Maar ik denk, misschien is het heel belangrijk, zeker op een avond als deze, dat we een beetje het verschijnsel analyseren eerst. Weet je, waar hebben we het over? Wat zijn de belangrijke en de minder belangrijke, relevante aspecten? En ook vooral met elkaar ervaringen uitwisselen. Echt, dat is echt, volgens mij zitten we nog op dat niveau van ervaringen met elkaar uitwisselen. Kijken wat heb jij op je hart en vooral met van je hart geen moordkuil maken. En als ik het over wij heb, dan heb ik het niet, vanavond heet het status eenzaam. Ja, de titel is even weggevallen, status eenzaam. Maar het gaat niet alleen maar om nieuwkomers. Of statushouders, of mensen zoals ik, een zogenaamde oudkomer. Ik woon al 32 jaar in Nederland. Maar het gaat ook om lely blanke Nederlanders, om het zo te zeggen, rond blanke Nederlanders. Wij moeten met z'n allen dit oplossen. Dus of het nou om een Iraanse vrouw gaat die op hoge leeftijd naar Nederland is gekomen, en waarvan iedereen denkt, oh, zij gaat helemaal verdwalen in Amsterdam. Echt, de grote gemene stad eet haar gewoon levend op. Van die vrouw tot de hoogopgeleide, leuke Syrische vluchteling die ogenschijnlijk makkelijk zijn weg in Amsterdam vindt. Tussen die twee uitersten, daar hebben we het vanavond over. En wie weet, misschien woont tussen die twee, de Iraanse vrouw hoge leeftijd die heel bang is in Amsterdam. En de Syrische jongen die ergens een weg helemaal vindt in Amsterdam. Misschien zie je daar tussen ook een roomblanke Nederlandse man. Die drie mensen, daar hebben we het over. Want het is niet iets wat gewoon één iemand in zijn eentje kan oplossen of onderzoeken. Dus het gaat vanavond. Het doel is aan de ene kant uitwisseling van ervaringen.
kunnen we kijken met de sprekers die er straks komen? Wat kunnen we van hen initiatieven leren? Het klinkt heel erg stichtelijk. Nou ja, wat kunnen we van hen opsteken? En wie weet, misschien kunnen we ook ergens richting oplossingen gaan. Ik ga zo meteen afronden, een beetje met mijn introductie. Maar even kijken. Alle stoelen zijn bezet of niet, want er komen laatkomers. Het kan wel eens echt anderhalf uur duren. Ik zie hier nog twee plekken. Ja? Kom maar hier naartoe. Er zijn nog twee plekken waar jullie hier plaats kunnen nemen. Dus met panelleden, op een gegeven moment zijn er echt 7 mensen hier. Maar zoals ik zei, ik hou ook oogcontact met jullie. En ik geef het ook duidelijk aan wanneer jullie een bijdrage kunnen leveren. Misschien hebben jullie ondertussen het boek gezien, Lonely in Mokum. Dat boek is vanavond voor de gratis. Dus het boek is totally free. Ja, voor de gratis. En als je denkt, oh, mijn buurman heeft het of mijn buurvrouw, geef niet. Bij het verlaten van de zaal kunnen jullie ook een boek krijgen. Dus mocht je het nog niet hebben. Nou, heel verhaal. Dan is het moment aangekomen om 2 mensen naar voren te halen die met 2, durf ik te zeggen, te gekke initiatieven zijn begonnen. Ik ga het met hen een beetje hebben over de noodzaak van het onderwerp, vanaf hen gezien. En wat zij belangrijk vinden aan relevante aspecten in het onderzoek naar het onderwerp. Even voor de volledigheid nog een keer hiernaast. Is een tegenlichtbespreking. Is iedereen hier gekomen voor de week van eenzaamheid met nadruk op vluchtelingen, statushouders en Hollanders? Ja, hè, volgens mij. Oké, wij zijn nog aangekomen om 2 mensen naar voren te halen. Meneer Makali, dus Moyman en Rian Primus. Zou u alsjeblieft daar plaats willen nemen? Oké, we maken ook foto's, want het is namelijk de hele week staat in het teken van ze zegt, we gaan beter goed foto's maken. En sinds afgelopen mei moeten we het officieel zeggen. Daar is de fotograaf. Als jullie niet op de foto willen, dan moet je het gewoon duidelijk aangeven. En hij delete gewoon de foto. Er is helemaal niks aan de hand. Maar dat betekent ook dat je gewoon echt foto's gaat maken. Ja, precies. Is er iemand die niet op de foto wil? Voor de rest zijn allemaal mensen die op de foto willen. Stijg goed zo hier. Oké, willen. Moeten. Ja. Oké. Nou, nu ga ik terug naar panel. Oké. Moyman. Moyman komt oorspronkelijk uit Syrië. En studeerde Business Administration in Damascus en Barcelona. Na de oorlog moest hij Syrië vluchten. In Turkije een tijdje gezeten. Op een gegeven moment ook in Turkije werd hij genoodzaakt om weg te gaan. In 2014 ben je per boot naar Nederland gekomen. En momenteel ben je een consultant. Ik kan het ook aan je zien. Je bent consultant. Ja, je bent definitely consultant. Bij PricewaterhouseCoopers. Dit is echt ongelooflijk. Een Syrische gast die is gewoon consultant sinds 2004 bij Price. En je hebt ook oprichter van de New Dutchies. Daar ga je straks over vertellen. En Rian Primus, regisseur, tv-programmamaker sinds 2015 bij de opvang van vluchtelingen betrokken. In 2016 startte ze een huisvestingproject waar gedurende een half jaar ongeveer 30 Syriërs woonden. En een jaar later begon ze, echt, die titel is geniaal verzonnen, In My Backyard. Jullie kennen allemaal Not In My Backyard, NIMBYs, en zij doet IMBYs. Dus dat is haar initiatief en IMBYs... probeert mensen, nieuwkomers, statushouders en Nederlanders met elkaar in contact te brengen. En ze hebben nu 3 betaalde krachten en 13 actieve buurtgroepen in bijna alle delen van de stad. Was het correct? Ja, heel goed. Ja, was het correct? Ja, ook jouw beschrijving. Oké, dan wil ik van jullie weten de noodzaak, de urgentie. Van dit onderwerp, vanuit jouw bezien, Eenzaamheid in de grote stad. Waarom is het belangrijk? Sowieso de urgentie. Ladies first. Oké. Vertel eens, eigenlijk is het feit dat IMBY bestaat, geeft aan dat er een best wel groot probleem is. Want de mensen voor wie wij werken, dat is een groep statushouders die heel zelfredzaam zijn. Heel leuk, hoog opgeleid, extravert, grappig. Nou, alles waarvan je denkt, die hebben binnen een half jaar 100 vrienden. En dat bleek niet zo te zijn.
En we horen eigenlijk van iedereen die wij kennen dat het heel moeilijk is om met Nederlanders in contact te komen. Ja. En eigenlijk ben ik door het contact met die nieuwkomers mezelf als Nederlander anders gaan bekijken. En ben ik er, denk ik eigenlijk dat wij, de Nederlanders, misschien in de basis nog wel eenzamer zijn dan de nieuwkomers. Dat is in een notendop. Waarom ik denk dat het een belangrijk onderwerp is. Ja, ja. En ja, mooie man. Waarom is het voor jou belangrijk om het over dit onderwerp te hebben? Wat is de noodzaak? Wat is de urgentie van dit onderwerp? Eenzaamheid van statushouders in een stad als Amsterdam. Ja, ik kom zelf uit Syrië en ik ben zelf een statushouder, zo genomen. Ja. En ik heb... mijn community is gewoon statushouders. En ik zie dat heel veel mensen zijn heel erg alleen. En ze proberen dat te compenseren met of te veel werken, 7 dagen echt per week werken. Of bij addicties, als het werkaddictie is, als het Facebook, YouTube, AliExpress, addictie, alcohol, drugs, echt alle soorten addicties. Ja. En met addictie bedoel jullie verslaving, hè? Ja, precies. Ga door. Sorry, je moet helemaal mijn... Je woont sinds 2014 in Nederland, man. Ik heb echt enorm respect voor jou. Serieus. Maar ga door, oké. Dus je zag verschillende soorten van verslavingen, zowel sociaal media of van alcohol, drugs, en dat zag je ook onder jouw community. En mensen zijn echt niet gelukkig en ze hebben geen energie om iets te doen. Dus als ik wil Nederlands leren, maar ik heb geen zin, want ik zit even in de vicieuze cirkel van eenzaamheid, depressie en dat gewoon leidt naar elkaar en dan blijf je zonder energie, zonder niks te doen, zonder netwerken. Dus voor mij, eenzaamheid is de sleutel. Ja, sleutel, ja, de key. Om die vicious circle aan te breken. Ja, die vicieuze cirkel wil je doorbreken. Ja. Ja. Mooi. En dan wil ik van jullie weten, ik heb het al genoemd dat je de New Dutchies en bij Leon was het IMBY. Hoe is dat ontstaan? Wanneer is dat ontstaan? Want kan je iets meer vertellen over de gedachte, zeg maar de big picture, maar dan ook weer concreet, hoe gaat het in zijn werking? Vertel eens over je project. Het is eigenlijk ontstaan in eerste instantie uit verbazing over het feit dat al die mensen die ik kende, die zo leuk waren, dat het hen niet lukte om op een makkelijke manier met Nederlanders in contact te komen. En aan de andere kant ken ik heel veel Amsterdammers, dus mijn vrienden en collega's en iedereen, zoals mensen hier in de zaal, die allemaal wel iets wilden. Die wilden best wel een keer een statushouder ontmoeten. Maar ze hebben het wel heel druk en dus het moet heel makkelijk zijn en dichtbij. Ja. En ik weet niet waar die mensen wonen. Dus toen dachten we, als we nou die twee groepen met elkaar in contact brengen en we maken per buurt groepen waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten. Toen dachten we nog heel naïef, dan hebben we het opgelost. Maar dat bleek niet zo makkelijk. Wanneer ben je precies daarmee begonnen met IMBY? Halverwege 2017. Oh, dus we zijn nog net een jaar onderweg. Net een jaar pas. Ja, het is wel fascinerend hoor. Dat je denkt, dan zet ik A en B samen en dan komt het goed. Dat dacht ik echt. Ja. Maar toen pas kwam ik erachter hoe moeilijk het eigenlijk is om met Nederlanders in contact te komen. Ja, ik zag jou dit doen. Hoezo? Want je zei, ik dacht A en B bij elkaar brengen, dan komt het goed. Ik ben er mee eens. Vertel eens. Want het gaat niet lukken als A en B samen zitten. Dan, je woont al jouw leven in Nederland. Hoeveel vrienden heb jij? Je hebt miljoenen mensen ontmoeten. Je hebt misschien 3, 4 vrienden die jouw waarden hebben gematcht. Oké. Dus ermee eens. Ik denk dat de eerste jaren, toen die hele grote stroom vluchtelingen hierheen kwam. 2015, ongeveer september. Er waren natuurlijk heel veel mensen die iets wilden doen. Ja. En toen waren er hele praktische dingen nodig. Laptops, fietsen, dekens, handdoeken, oude Playmobil. En dat is heel makkelijk. Dat kan je van je zolder pakken en dat geef je. En dan heb je zoiets van, ik heb iets goeds gedaan. Ja. En nu, deze fase is veel ingewikkelder. Want nu gaat het om vriendschap. Gaat het om aandacht. En zijn de meeste statushouders in een veel ingewikkelder fase. Van dat eerste optimisme is weg. En nu moet je opeens een nieuw leven beginnen. En
waar zijn die Nederlanders dan? Ja. Die hartstikke druk met van alles en nog wat. Met leven of soms overleven. Volgens mij vandaag weer in de krant. Weet ik veel, 300.000 Nederlandse werkende Nederlanders onder armoedegrens. Nou, die hebben wel misschien andere dingen aan hun hoofd, ja. Ja, maar wat vooral denk ik een probleem is, en hoe meer nieuwkomers ik spreek, hoe meer ik me daarvan bewust ben, is dat wij zo, zeg maar, wat wij hoog in ons vaandel hebben, is onafhankelijkheid van elkaar. Ja. We zijn super individualistisch. We willen met niets en niemand te maken hebben. We gaan onze ouders hoeven we niet meer in huis te nemen. Ja. De overheid zorgt voor je. Je hoeft je kinderen. Ja. Kan je snel uit huis. En ik hoor van nieuwkomers dat als ze hier komen, dat ze verbaasd zijn over dat iedereen in zijn eigen huis zit met de deur dicht. Ja. En dat presenteren wij onze vluchtelingen op een blaadje. Want je krijgt ook een appartement met een sleutel en die kan je de deur dicht doen. Ja. En jij kan dan ergens anders wonen en je hoeft niks met elkaar te maken te hebben. Vinden wij namelijk hier heel leuk. Ja, alleen. Goed voorbeeld. Ja, precies. Ja. Even kijken, dat was dus de noodzaak van IMBY, hoe zij het oprichtte nog maar een jaar geleden. En de New Dutchies, kan je daarover iets vertellen? Sinds wanneer, hoe laat, waarom, wat is je doel, hoe bereik je het? Ik wil alles van je weten. Ja. Nou, met betrekking tot dit onderwerp, hè? Ja. Vertel dus eens, New Dutchies. Ik ben naar Nederland gekomen einde 2014. Ja. Einde 2014, begon 2015. En dan na de procedure IND, dan 8,5 maanden in Terapel, ergens in nowhere, kreeg ik mijn huis in Amsterdam. Ja. En ik kwam naar mijn huis en ik heb geluk dat ik kan Engels praten. Ik heb geluk dat ik heb education en zo. Ja. Maar niet alle mensen hebben dat. Ik zat even in depressie, maar dat je doorkrijgt. Je gaat... Sorry, het is overweldigend. Nee, je gaat door een echte moeilijke trajectory. Ja, ja. Op één dag had ik mijn eigen bedrijf in Syrië. Ik was rijk, of zo te zeggen. En dan volgende dag ben ik in Istanbul met $800 in mijn pocket. Dat is het, ik moet leven bouwen. Ja. En daarna in een boot van wat je ziet in de nieuws. Dan... Na deze journey, in 8 maanden in camps waar je moet voor jouw eten en papier brengen met jouw pictures. Yeah. En zo echt prison style. Yeah. Dan krijg je jouw huis. Yeah. In de eerste nacht dat ik heb mijn huis gekregen, ik weet het nog, dat was de moeilijkste dag in mijn leven. De moeilijkste dag? Echt waar, ik heb collapsed. Oh. Echt, ik slaap op de grond. Ik weet nog dat ik had geen enkele ding in de huis, gewoon laminata. Ja. Alleen, en ik heb een prullenbak gekocht voor €5 van Marktplaats. Don't ask me why. je bent een nette man, je bent een nette man, ja. Echt, ik heb geen geen afval, maar wel een prullenbak, ja. Maar wat maakte die dag of dat moment zo moeilijk? Omdat je hebt een zware ding op jouw schouder en dan je doet het af en dan... Nu kan ik even in adem en rust. Maar ging je toen pas voelen, eigenlijk? Ja, ik was echt... dat dag, ik ben collapsed. Pas na volgende dag dat ik wakker werd en mijn gezicht was. En ik dacht, oké, ik begon te leven. Op dat dag ben ik naar uitkering gekomen. Ik besloot, ik ga op uitkering alleen 6 maanden blijven. Ik mag van mezelf 6 maanden blijven op uitkering. En dat loopt mee, maar in deze 6 maanden, ik dacht, oké, nu ik zit, ik heb geluk. Ik voel echt dat ik heb geluk met mijn ouders en mijn familie, dat ze kunnen mij naar de universiteit brengen. Niet iedereen heeft dat kans. En ik voel echt een call of duty. Ik was in de kamp aan het vertalen voor mensen en nu kan ik mensen stonen. Dus ik dacht, wat moet ik doen? Ik begin een page op Facebook. The New Dutchies, de naam zegt het, want ik dacht, wij gaan een leven bouwen hier. Yeah. Ik wil andere mensen helpen. En ik begon daarmee en nu zijn we met 4000 mensen. Het begon one-on-one, dus als iemand heeft een kans, opportunity of iets te doen, ik help met CV, LinkedIn,
bedrijf onderzoek voorbereiden voor een werkgesprek of zo. En daarna komt het verder. Toen ik werkte met gemeente Amsterdam, ik regelde iets van mijn positie met gemeente Amsterdam met groep hotels, 20 hotels, en daarna naar PwC. En daarna heb ik met Starbucks gewoon, we zijn nu een supplier voor Starbucks. Wauw. Ja, dus fantastisch. Tot nu toe hebben wij rond 100 mensen, een beetje meer naar werk hulp. Ja, ja, fantastisch. En wanneer ben je begonnen nog een keer? When did you start? 3 jaar en een half, zoiets. Nee, wanneer ben je begonnen met New Dutchies? Ja, 3 jaar en een half. Dus echt vlak nadat je je huis kreeg? Ja, binnen de eerste 6 maanden voordat ik begon met werk. Dus. Ja. Ja. Fantastisch, ja. En kan je heel kort vertellen, weet je wel, als ik nu naar je website ga, hè? En weet je, wat kan jij, je zei, we hebben ongeveer 100 mensen aan, of geholpen op naar een baan toe. Kan je me iets over vertellen, weet je, hoe dat werkt, met wat voor gevragen mensen naar jou toe komen? Zie je in die trends? Zie je zo'n rode draad van, oké, dat zijn de meeste vragen. Kunnen alleen maar Syriërs bij jou terecht? Of kan ik ook als Iranier bij jou terecht? Of wordt het gelijk oorlog tussen ons? Nee, ik krijg vragen van alle nationaliteiten, maar ja, sinds Syrië zijn de 90% van nieuwkomers, dan het is normaal dat ik krijg 90% van de vragen van Syrië. En ik heb geen eigenlijke website, want ik heb geen fans, geen niks. Het is nog steeds Facebook. Ja, want ik heb geen fans. Dit is van eigen ding. Ik heb nooit subsidie gekregen of zo. Je laatste geld aan de prullenbak opgemaakt. Ja. Ja, dus ik zie various trends. Ik zie mensen die willen niks. Ze willen niks niet werken. Ze zitten in depressie en gewoon de deur afsluiten. Ik zie mensen dat we willen iets doen, maar ze weten niet hoe. En deze dan zijn de mensen die schrijven hi. Punt. Gewoon, je krijgt een message van salam alaikum en niks. Yeah. En dan krijg je berichten van alsjeblieft, ik moet naar een werk komen, alsjeblieft, ik ga gek. I'm losing my mind, please help me. Gewoon zo'n bericht, dan zie je dat. Die persoon is niet echt een professioneel, maar hij heeft echt honger om naar werk te komen. Ja. En de laatste is die mensen die sturen gewoon een echt professionele brief van die ben ik, ik heb dit en dit en dit ervaring, dit en dit gestudeerd en ik wil graag in dit en dit werken. Deze zijn de mensen die ze weten hun weg. Ja. Even tot slot voor nu. En dan wil ik een vraag aan Rian. Rian, hebben jullie wel eens samen met elkaar gewerkt eigenlijk? Nee, nog niet. Oké, ik breng jullie nu bij elkaar, hè? Ja. Oké, cool. Dat is één ding. En dan wil ik zelfs vragen voor jou. Wat zijn volgens jou, heb je trends, heb je rode draden gezien? Weet je, dingen die terugkomen waarvan ik, oké, dat is wat ik heb gezien. Weet je, hoe, nogmaals, oplossing, dat komt later, maar even op het niveau van analyse. Zie je het verschil tussen man en vrouw bijvoorbeeld? Leeftijd, of waar ze vandaan komen. Van Syriërs is het anders dan, zoals ik zei, de Eritreërs of dan de Iraniërs. Kan je meer iets vertellen over wat je ziet? Wat wij zien is wel een beetje hetzelfde wat jij beschrijft van dat moment dat je je huis krijgt. Dat is om meerdere redenen een moeilijk moment. Ten eerste ben je niet meer vindbaar. Je zit niet meer in een AZC of in een andere noodopvang. Dus niemand weet dat je daar woont. Dus dat is een heel ander gevoel dan als er de hele tijd vrijwilligers op je afkomen. Oh. Dat horen we. En wat we veel horen is dat mensen het eerste jaar, omdat er van alles moest gebeuren, zitten ze in een soort overlevingsstand met heel veel adrenaline. Actie. Ja, en dan op een gegeven moment daalt er een soort rust in. En dan pas beschrijven mensen dat ze voelen hoe moe ze eigenlijk zijn. Wat ze allemaal kwijt zijn, hoe lang de weg nog gaat zijn, maar voordat je ooit op je eigen niveau weer kan functioneren. En dan heb je juist andere mensen nodig en dan voel je je niet altijd op je allergezelligst. Dus dan is het extra moeilijk om naar buiten te treden. En dan zijn die Nederlanders ook nog eens niet heel makkelijk om mee in contact te komen. Ja, wat je net eerder beschreef van iedereen met zijn eigen
ding bezig, deur dicht, gordijn dicht. En er wordt overigens ook heel erg veel, vind ik, van statushouders verwacht. Ze moeten heel snel naar werk toe en ze moeten Nederlands leren, al die inburgeringscursussen. Dus ook al wil je een kopje koffie met ze drinken, hebben we gewoon geen tijd. Eigen verantwoordelijkheid. Ja, eigenlijk. Ja. 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 Nee, maar het zijn best wel volle programma's. Ja, ja. Ik ga een aantal mensen naar deze tafel uitnodigen. Dan ga ik een beetje daar staan. En er zijn mensen die ook bijvoorbeeld bij In My Background betrokken zijn op de een of andere manier. Ik ga ze alle vier tegelijkertijd naar voren roepen. Rafat, Merol, Gaida en Asif. Zouden jullie alsjeblieft daar plaats willen nemen? En meestal als zij opstaan, krijgen ze echt daverend applaus. Oh ja, oké. Ga je daar applaus nemen? Kijk. Oké. Kijk, jullie hebben het nu een beetje moeilijk, want jullie moeten met z'n vieren drie microfoons delen. Maar alsjeblieft, wat je ook doet in de microfoon. En zoals ik zei, nogmaals, Nederlands, Engels, alles mag door elkaar. Oké. Even kijken, één voor één de bios. Ik begin met, even kijken, Rafat. Ja, je zit ook daar. Waarschijnlijk Engels gaan we praten. Je bent geboren in Damascus. En je bent gespecialiseerd in human resources. Je hebt met veel multinationals gewerkt. Caterpillar, Carrefour. En momenteel werk je bij de gemeente Amsterdam als human resource analist. En je studeert voor bachelor Engelse literatuur aan de UvA. Nee? Ja, dat is klopt. Godzijdank, dat ben ik. En Miro, en trouwens, ik zag ook een foto bij jou op je, volgens mij, of was het op je site of ergens anders, met Van der Laan. Kan dat? Ja. We hebben dit samen als in de gemeente gedaan. Ik ben een deel van een programma die heet YPPS. En Sarah is mijn begeleider hier. We hebben dat gedaan, vorig jaar. Vorig jaar met de burgemeester. En volgens mij had je ook iets semi-grappig, ironisch gezegd. Ja, iemand moet het doen. Ik ben al bij de burgemeester. Het is maar een burgemeester. Terwijl wij allemaal denken, wat, Van der Laan? Jij was het. Oké, okay. Miro. Vertaler. 15 in de baarsjes bij IMBI. En samen met de andere teamleider ben je van de baarsjesgroep. Organiseert uitjes en bijeenkomsten met nieuwkomers en oudkomers in de buurt. En op je eigen website stond iets zoals taalpurist, taalnatie, grammatica, guru en zeikert. Ja? Heb je het goed gezien? Ja. Oké, ja. Gaida, je komt uit Syrië en ik kon heel weinig over jou vinden. Ja, ik heb je opgegoogeld, Facebook, alles, maar heel weinig. Vertel eens, waar in Syrië, waar ben je geboren, wanneer ben je in Nederland aangewezen? Oké, ik ben Gaida, ik kom uit Syrië. Ik woon hier sinds 1 jaar en 4 maanden. Ik heb Engels literatuur gestudeerd. En ik werkte als Engelse docent voor 10 jaar. In mijn eigen land. En nu leer ik Nederlands. En ik ben met Emily getrekt. Ja, en ik wil altijd nieuwe mensen te ontmoeten. Yeah. En leer meer over de leven hier, de regels en de... Oh, dan zit je hier goed. We hebben heel veel regels hier. Echt. Wat betreft regels, when it comes to rules, you know, Nederland, you know, is probably the comparable with East Germany, you know? Heel veel regels. 5 werkdagen. Ja, oké. Altijd deze 5 werkdagen. Oké. Nou, nu weet ik jou ook een beetje te plaatsen. Asif Azim. En jij komt uit Baloochistan. Ik vond het echt van, want ik kom uit Iran en in Iran hadden we een provincie dichtbij Afghanistan en Pakistan. En het heette Baloochistan. Maar ik had nooit eerder in mijn leven een Baloochi gezien. En nu zie ik jou. Vertel eens, wanneer ben je in Nederland aangekomen? Waar ben je geboren? Waar woon je? Even een klein beetje politie-interview. We zijn Baloochi. Baloochi is onze taal.
Ik ben geboren in Balochistan. Balochistan is nu is niet in een officiële land, yeah. maar vroeger het was een officiële land. Yeah. Yeah. Voor de Pakistan en voor de India. Yeah. Wij zijn in een vrije land. Yeah. Maar nu wij zijn een visitor land en verweerde land. Yeah. En deel is Iran, en deel is Pakistan, yeah. en deel is in Pakistan en yeah. Afghanistan. Je kan het misschien vergelijken, maybe it's comparable with Kurdistan, am I right? Yeah, it's same. And it's one thing I more want to tell you about that we have a tribes, and the tribe's name is Kurd. Huh? Yes. Ja, maar nu zeg je dat Koerden eigenlijk Baloochi zijn. No. Ja. Toen ik ook tegen zei, ik heet Baram. Hij zei, ja, Baram, dat is een typisch Baloochi naam. Yes. Ja. Alles komt uit Baloochistan. Ja. En ik heb je ook opgegoogeld, maar toen kwam ik bij een bekende naamgenoot van jou uit Bangladesh, een fotomodel. Ja, je kent hem? Ja? Maar ik ben niet trots van mijn naam. Ja. Het is niet eigen Baloochi naam. Oh, hoe heet je in Baloochi? Baloochi naam, wij hebben een andere eigen naam. Maar deze naam, Asif, is een, ik denk, een Joodse naam. Hebreeuw. Een Joodse naam? Ja, Joodse naam. Oké, dus de Koerden zijn Baloochi en de Joden zijn ook Baloochi. Weet je wat? Genoeg over vroeger, laten we het over nu hebben. Hè? Even kijken. Zit jij ook bij Imbi? Ja. Oké, jij bent ook. En jij ook, hè? En jij ook, hè? En jij, Rafat niet, hè? Nee, jij niet, nee. Oké. Nog niet? Ja. Imbi is een soort net als Al-Qaeda, weet je? Zit je ook bij Imbi? Iedereen zit bij Imbi. Verkeerde vergelijking misschien voor deze zaal. Ik ben lid van ISIS, dus... Oh, god, nee. Kunnen we dit weghalen uit de registratie? Het gaat helemaal mis. Even kijken, Jaida. Spreek ik beter uit, hè? Jaida, hè, moet ik zeggen. Okay. Jaida. Ja, weet je wat wij net, waar zij het over hadden, hè? Over die, dat je echt werk, je moet achter dat. En dan op het moment dat je je huis krijgt, of dat je gesetteld bent, dat je bijna... In een soort, dat je neer instort, dat je nu collapse, or maybe you get a depression. Tell me about your experience. Vertel eens over jouw ervaringen met betrekking when it comes to eenzaamheid. Okay. Ik woon in de ACC, of ik bleef in de ACC alleen voor 3 dagen. Okay. Want ik kom te wonen met mijn man. Ja. Ik weet het niet in Nederlands, reunification. Ja. Reunion. En ik vind het heel leuk in de ACC te blijven, want het is 3 dagen alleen. Yeah. Ja, en ik heb goed ervaring daar, want de eerste dag voel ik mij, ik weet niks. De volgende dag, als iemand komt, en het is de eerste dag voor hun, en zij vraagt, ik zeg oké, ga naar de restaurant hier, en je moet als je hebt één kind, je kan een buggy hebben, of ja, en dan kom ik to mijn huis en het was een beetje moeilijk, want ik zie mijn man niet sinds bijna 7 jaar. 7 jaar had je hem niet gezien? 7 jaar, en want de oorlog, duidelijk, en het was moeilijk, want we houden van elkaar, maar... wij willen nog een keer om te gewend aan elkaar. Ja. En heb je ook kinderen? Nee, nog niet. Maar dus je man kwam? Ja. En mijn man ging eerst naar Libanon. Ja, en dan naar Egypte. Ja. Hij werkt daar en... ik heb een visum nodig en het kost 3000 euro. En ik werkte in Syrië en ik zeg, ik wil niet gaan naar Egypte. Als jouw situatie is niet goed. En dan hij beslist om te komen hier. Maar woont hij nu in Nederland? Ja, precies. En hoe lang woon je in Amsterdam? Ik woon 1 jaar en 4 maanden. 4 maanden, ja. Oké. En Asif, wat is jouw ervaring, wat is jouw experience met eenzaamheid, met alleen zijn in
Amsterdam of in Nederland. Daar woon je, je woont ook in Amsterdam, toch? Ja, ja, ja. Ja, in Amsterdam-West, hè? Ja. Ja. Vertel eens over jouw ervaring met eenzaamheid. Hoe, wat is dat voor jou? Mijn eenzaamheid was heel erg. Wat? Heel erg. Ja, het was, wij zijn in weinig mensen hier van de Balochistan, acht mensen total in Nederland. Acht mensen? Ja, in Amsterdam we zijn vier. Oké. En niemand met de praten en Nederlanders zijn heel veel druk in hier, je hebt geen tijd om te spraak. Als je iemand spraak moet je drie maanden voor de drie maanden. Ja, sommige mensen, ik ken iemand bijna meer dan een jaar, maar wij hebben één spraak gemaakt. Wauw. Ja. Wow. Ja, 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 ja. En kijk, weet je ook, sorry dat ik het vraag, hè? Trouwens, ik maak het voor iedereen, hè? Als ik een impertinente vraag stel, dan moet je zeggen, oh, daar hebben we het later over, weet je? Gewoon, het is jullie avond, hè? Maar weet je daar ook depressief van? Weet je daar neerslachtig van? Ik was heel depressief. Ik dacht, we waren ook zelfmoord. Zelfmoord, ja. Ja, ik heb ook over de eenzaamheid. Eén ding positief over mijn markt. Ik schreef de verhalen. Mijn eerste verhaal was, ik die eenzaamheid. Dat was de titel van je eerste verhaal? Eerste verhaal, in Nederlands. En de verhaal, iemand is eenzaamheid, I will met iemand praten, maar I have niemand met iemand praten. En I can not say. I have alles praten met alles say. Maar I zit in the list. Maar I dacht over deze dingen, over zijn huis, far weg, en hij is far weg, en hij is eenzaamheid. Ik wil ook van Rafat en van Merel ook horen wat jullie ervaring met eenzaamheid is. Rafat, kan jij vertellen wat is jouw ervaring met eenzaamheid? Hoe het concreet vertaalt uit... Yeah, as you mentioned, I came here 3 years ago, and I'm human resources professional. So you can say that I am people's person. So putting that in perspective, I've never thought that I will face loneliness here, because I've been surrounded by people my whole life, and I actually work with lonely people. So when I came here, I thought that I read about loneliness and the cultural shocks that can happen to me, and I thought that I can be pretty much immune to it. But apparently it is something that you can't really guard yourself from. It is something that just happens, and then you have to face the consequences and try to get rid of it. And while things are getting better and better, especially with my new education now, I'm pursuing new education, and with my work at the gemeente, and I got a new girlfriend, so. Oh, yeah. That helps tremendously. Ja, dat is mooi. Even kijken, ik wil nog één verhaal van Merel horen, en dan wil ik even naar jullie toe kijken of jullie iets meer op algemeen of micro even herkennen. Maar Merel, wat is jouw ervaring met eenzaamheid? Ik kom natuurlijk uit Nederland. Dichterbij, dat heeft nog nooit iemand in de weg gestaan om eenzaam te worden, hè? Nee. Vertel eens, heb je zelf ervaring daarmee? Of ik woon al heel lang in de stad en ik heb natuurlijk veel vrienden hier en ik heb mijn leven hier, want ik woon hier al heel lang. Maar ik ben alleen, ik heb geen gezin en ik moet altijd er wat van maken als ik iets wil doen. Ik moet naar buiten, ik moet mensen opbellen, aanspreken. Dus ik ervaar dat ook, zeker in de stad. Ik ken mijn buren niet. En dat was ook een van de redenen om bij INBI te gaan. Dus even kijken. Er was één reden. En de andere reden was? dat ik graag met statushouders wilde zijn. om hen te helpen. Oké. Moiman, je wilde iets volgens mij toevoegen. Vertel eens. Ja, in Syrië, we hebben een stereotype over mensen die wonen in Europa. En wij zeggen, ze hebben heel veel honden, want ze zijn alleen en ze hebben heel veel eenzaamheid.
Toen heb ik eerst mijn huis gekregen. Ik was zo alleen dat ik heb een vogel gekocht. Ik heb een vogel gekocht alleen zodat iemand inademt met mij in die huis. Ja, het was zo moeilijk. Ik kwam hier met al goede vrienden die heb ik ontmoet, al in Turkije, Nederlandse vrienden. Ze zijn heel dicht bij mij, echt mijn beste vrienden. En ik heb Miral, die helpt mij heel erg. Wie is Miral? Die mooie... Is het jouw buddy? Of wat is het? Of is het meer dan een buddy? Dat is mijn fiancé. Dat is meer dan een buddy. Dus eigenlijk net als met jouw verhaal, hè? Een vriendin, zelfs verloofde, dat helpt ook. Ik heb alle componenten om gelukkig hier te zijn. Ik heb een vaste contract bij een hele goede bedrijf, al 2 jaren, hoge salaris, wat wil je, ik doe mijn doel in maatschappij en zo. Maar ik ben opgegroeid in een gezin van 11 broers en zussen. Dus ik heb misschien 35 nichtjes en ik kan niet meer tellen. En bij een vrijdag ontbijt, dan heb jij echt, als een paar mensen gewoon komen, gewoon zo zonder afspraak, zonder zo, dan heb je 25 mensen in die zaal voor ontbijt. En dan vind je jezelf alleen in de grijze, donkere winter. En het lukt me niet. Ik ben niet gelukkig hier. Dus ik heb me wel verteld dat ik heb een goede baan, ik heb een goede leven. Misschien ik ging te ver in mijn leven in deze 3 jaren in Nederland. Maar ik ben niet gelukkig en ik wil een gelukkig leven hebben. En ik kan niet ergens anders bewegen, want ik heb nog niet de Nederlandse nationaliteit. Dus ik heb besloten eigenlijk om 2 jaar, na 2 jaar, krijg ik mijn Nederlandse paspoort. Ik heb besloten om te investeren, mijn best te doen in deze 2 jaar, een gelukkig leven te bouwen hier. En als het mij niet lukt, dan ik ga verhuizen uit Nederland. Want dat gaat echt niet voor mij. Waar ga je dan heen? Dat is een goede vraag. Ik weet niet, misschien Turkije. Niemand weet hoe door een nieuwe leven bouwen, opnieuw meer dan ik. Maar dit lukt mij echt niet. Ik wil niet mijn leven zo leven. Een gedeelte daarvan zit natuurlijk, heeft te maken met jouw situatie. Je bent nieuw. Maar welk deel heeft te maken met Nederland, ben ik benieuwd naar. Precies. Wat ik wil zeggen is dat ik heb een hele leuke mensen, Nederlandse mensen die om mij heen. Vrienden, Miral zeker. En ze zijn echt mijn best friend. En ze hebben mijn ziel. Maar ergens in jouw ziel, je lacht nergens zoals je lacht met jouw moedertaal. Je kan niet emotioneel worden, zie je worden met jouw emotionele taal. Je kan niet jouw verhalen kwijtraken. Behalve met mensen die hebben deze verhalen geleefd, deze verhalen gezien. Daarom, dat is 2 maanden geleden, ik keek rond me heen, wat heb ik nodig om een gelukkig leven te hebben. Ik heb meer serieus mensen als vrienden nodig om te hebben om mij heen. Dus ik ben iemand die gelooft in if there isn't a way, make a way. En dat is hoe kwam ik zover. En ik besloot dat is de volgende ambitie voor de nieuwkomers. Die volgende ambitie is Betna. Wat? Betna. Betna. Bet betekent huis? En Betna is een sociale ruimte in mijn hoofd nog. Is een sociale ruimte in theehuis waar nieuwkomers komen. En het gaat als een time machine. Dat als je de deur open doet, dan ben je opeens in Syrië. Je gaat binnen, je gaat die vibe, die muziek, die furniture, gewoon alles op elkaar, zodat wij elkaar ontmoeten. We hebben een vaste, veilige plek om to belong to. For example, if I look around me in Amsterdam,
I don't have a lot of Syrian friends. And now I just met Rifat. And I'm wondering, if I met him before, we could have been friends. And I just saw Philip by coincidence. I met him once in the gym. But we don't see each other that often. In Syria, you know, it's toevallig dat we gaan naar dezelfde gym in Syria. And it is echt als je gaat naar American Barber in movies. It is echt niet over training, maar meer over in contact te zijn met mensen. En hier, ik kijk, we hebben nergens om samen te komen als... Dat is gezellig bij ons. Ja, ja, ja. Maar Syriërs en Nederlanders. Ja, ja, ja. Maar het moet echt een sfeer die... I want one time to be able to take you somewhere and be the one to explain to you what is what, instead of always have the need to ask. Yeah, yeah, yeah. Sorry. Nee, je zegt echt fantastisch. Nee, je hebt echt heel mooie analyses aan de dag gelegd. En volgens mij had het ook raakvlakken met wat Asif zei. Van hé, hey, wij zijn, we zijn hoe heet het, achter van Baloetjes en dat mist hij. Ja. Dus jij mist ook, terwijl zoveel Syriërs hebben, dat mist je, dat contact. Ja, maar ik spreek overigens ook Syriërs die zeggen, ik wil juist niet de hele tijd met al die Syriërs bij elkaar. Ja. Ik wil naar buiten, naar de Nederlanders. Ja. Of zeg jij, het helpt me om eerst me veilig te voelen onder elkaar. Eén plek, er moet één plek zijn. En van daaruit kan je de wijde wereld. Precies, er moet, er is veel initiatieven en organisaties om Nederlandse en nieuwkomers samen te brengen. Maar er moet één plek zijn waar nieuwkomers zijn de leiders. Ik wil je graag voorstellen aan Syriërs. Ja, mijn cultuur. Ja, dat is duidelijk. Ja. Even kijken, het is nu het moment aangekomen min of meer dat jullie vragen kunnen stellen. Dus, maar, dus bedenk even je vraag of je opmerking. Ik heb nog twee vragen voor jullie. Even daar. Want jij, even kijken, jij komt uit Syrië. Zit je bij die mensen die zeggen, ik wil met meer Syriërs contact hebben? Of zit je bij de mensen die denken, nou, ik wil eigenlijk met meer Nederlanders contacten. Maar tussen die twee dingen. Dit of voor mij, ik wil met Nederlanders meer contact maken. Okay. Want nu, ik woon hier en het is een nieuw leven voor mij. En misschien heb ik een baby. En ik wil leren... voor over de leven hier. Ja. En ik wil werken hier en ik wil mijn studie. Ik wil, ja. Ik wil doen mijn studie ook hier. Zo. Ja, duidelijk. Ja. Ja. En nog één vraag voor jullie, want ik hoorde soms echt heftige verhalen. Je had het over zelfmoordneigingen, zelfmoordideeën. En van jou hoor ik ook. Gewoon de HR-man die zelf ineens eenzaam wordt. Dat is natuurlijk een heel harde klap. Misschien een te groot, maar ook voor jou ook. Hebben jullie wel eens professionele hulp opgezocht? Huisarts of een psychiater of misschien iets anders. Praten met iemand, misschien medicatie. Have you ever reached out for professional help? That's my question. If you want to, als je daarover wilt iets vertellen. Ja, Rafa, ik kijk jou aan omdat je tegenover mij staat. Maar het is ook vraag voor jou, hè? Ja, 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 ja. Ook vraag voor jullie. Dus kunnen jullie vertellen over professioneel hulp? Heb je gedaan, niet gedaan, waarom gedaan? Wat zijn jouw ideeën daarover? Well, can I first say a comment about what Miriam said earlier? No problem. About leaving or staying here and the continuous problem of loneliness in the city. I face the same issue. I still feel sometimes that I want to go back to Syria or to a Mediterranean country, not only because of the weather, because, well, that is a big deal, but also because, well, the way the society and the social life here is totally different. But then I started thinking about, should I fight this? Because it's expectations versus reality. If I'm going to think over my life in Syria and compare it to life here, then everybody here is lonely. So I thought I lowered the bar. I started thinking about what the society can give me. And then I built my social life and expectations according to those standards. But it's still hard. I still have nostalgic feeling to that social life that we had before.
So yeah, and about professional help, yeah, that was actually in the gemeente, we've I'm working in the gemeente now for 1 year and a half. They provided a lot of professional help to us in through various various ways, various coaching sessions, also trainings, communication. They helped us mostly professionally. But that also helped me have an idea about how the society thinks here. And therefore, I was able to find my own way in my own private life. Yeah. En dezelfde vraag voor Asif en voor Gaia. Hebben jullie wel eens professionele hulp? Ja, ik ben psycholoog geweest. Je bent bij psycholoog geweest? Oké, en ja, dan ga ik toch vragen, gaat het goed? Zit er progressie in? Ja, I've seen myself as more positive since I've been to psychologist. Yeah. Is het wekelijks, elke week? Elke 2 weken. Elke 2 weken. Elke 2 weken. Yeah. En dan is er een tolk bij, of niet? Is er een vertaler bij? Is er een translator over here? Or are you speak English? Nee, hij is een Baluch. Hij is Baluch. Ik wil ook naar je Baluchi psychiater, oké. But I can speak English. Yeah. Before that, I visited also one psychologist in house hour, but he could not understand my problems. Yeah. Was it a language problem or was it maybe a higher level? Maybe higher level. A system problem that you don't understand each other culturally. I see. Yeah. Have you nog steeds dezelfde huisarts? Do you still have the same huisarts? No. Oké, ja. En jouw ervaring, heb jij wel eens professionele hulp opgezocht als ik vraag mag? Nee, ik moet eerlijk zijn. Ja. Toen ik naar Nederland kwam, voel ik mij eenzaam. En soms huilde ik en woonde ik. Ik had niemand om te praten of ik ben gewend aan werk 5 dagen per week en nu ben ik werkloos en ik mis mijn familie en het was een moeilijke tijd voor mij en dan ik ben getrekt met MB en ik ga op straat en ik vraag iemand, oké, ik wil gaan daar. Ik weet de directions, maar ik vraag om... Om contact te maken. Oh, ja. Net als vroeger in de discotheek, hoe laat is het? Ja. Wat zei die man? Ja, praten over neutrale onderwerpen, de koffie of het weer altijd, het weer. Ja, en hoe zoekt vrouw? Ja, en altijd, ik zeg hi voor man, ik heb een oude vrouw, maar zij spreekt geen Engels. En hoe moet ik met haar contact maken? Altijd hey. En dan ik ga naar school, ik leer Nederlands en dan ik praat met haar en altijd zij ondersteunt mij. Je bent slim, je bent slim. Maar jouw man niet. Altijd zegt dat. En she's a professor. Ja, met de taal. Ja, met de taal. Ja, she's an expert. Oké. En Miro, ook laatste vraag voor jou, hè? Toen wij het over eenzaamheid hadden, hè? Dat je ook dat je met. Heb jij wel eens professionele hulp opgezocht? Ook, ja. Ja, vertel eens. Ja. Een psycholoog ben ik ook geweest. Ja. En had jij goed contact met hem of haar, of hadden jullie ook culturele? Ja, maar dat is misschien iets makkelijker als je in Nederlands bent. Ja. En ook vraag voor jou, hè, lieve vriend. Ja. Heb jij wel eens professioneel hulp opgezocht? Ja, maar ik wil even beantwoorden voor wat Rifat zei. Ja. jullie gaan de hele tijd met elkaar in gesprek, hè? Ja, we hebben ook een zaal, ik zag handjes de lucht in gaan, ja? Oké, één opmerking en dan ga ik naar de zaal, ja? Ja, zeker. Please. Ja. Dus is het een vraag van verwachtingen en dat je moet jouw expectation managen en zo? Of is het echt dat om
goed genoeg te accepteren, terwijl ik kan beter leven. Dat is de balans. Wil je een echt, dit is een plek dat matcht mij 100%. Als je loopt in Turkije, niemand weet wie je bent, wel, als je Libanees bent. Of als je hier loopt, dan ja, je bent gewoon... Ja. Je bent de vreemdeling hier, klaar. Ja. Ja. En dat is niet slecht, maar nee. Het is zo. Je moet altijd iets bijna overwinnen. Je moet altijd een verhaal hebben van, ja, ik kom uit Syrië, ik kom uit Iran, ik kom uit dit en dat. Terwijl je in Turkije, in Libanon, je bent gewoon one of the guys. Ja. Maar ook bijvoorbeeld, mensen hier zijn gelukkig, bijvoorbeeld in die gay parade. Dat ze hebben alle de culturenverhaal daarachter en zo. Maar niemand voelt die suikerfeest. Terwijl, ik kan niet echt correleren met die gay parade. Ik praat niet over de concept daarvan, maar over die dag zelf. Van als ik zie iedereen zo blij en gelukkig, ik ben blij ook van kloeren en gewoon naar de gracht. Maar ik voel niet dat ik doe mee in de vibe. En dan, als het mijn dag is, de suikerfeest, dan is het, echt niet. Ja. Nee, dan moet je in Amsterdam-Oost gaan wonen. Dan houd het op, dan geef ik het op. Even kijken, ik ga even naar de zaal. Even kijken, Sjoerd, kan jij, hebben we de andere microfoon? Als jij die kant van de zaal even overneemt, dan ga ik die kant op. Ik zag een hand daar in de lucht ingaan. Even kijken, en probeer ook een vraag vooral te stellen. Misschien anders een hele slimme opmerking is ook meegenomen. Vertel het. Ja, spijt me dat ik met een hele slimme opmerking had te komen. Mijn naam is Sjors. Ik heb bijvoorbeeld 4 jaar in Suriname gewoond. En daar hoorde ik dat mensen van verschillende etnische achtergrond, dat die ook het liefst bij mensen op bezoek gingen die van verschillende etnische achtergrond waren. In de poldermoskee die in Osdorp stond, leerde ik dat als een interculturele relatie woont, waar één van de twee vandaan komt, dan heeft die één die vreemd is heel veel te danken aan alle steun op woongebied, op taalgebied, op cultuurgebied van de ander. Mocht het nou slechter gaan in die relatie, en dat wens ik toe mensen van dus een interculturele relatie, de tip die ik daarvan heb meegenomen is, ga in een derde land wonen. Want dan word je juist naar elkaar toe gedreven. Ben je allebei afhankelijk van... Dan ben je allebei verloren. En dat bij elkaar uithuilen. Ja. Oké. Okay. Ja, dat was ook een goede tip. Maar ja, kan hij met zijn... heeft geen Nederlands paspoort voorlopig. Maar dat is een goede. Oké. Okay. Ik zag nog een handje hier. Even kijken. Blijf je hand opsteken. Ik kom naar je toe. Sorry. Ik stond op de voet. Sorry. Ja, leer eens even een reactie op jou nadrukkelijk van, een vraag en weet ik wat. Want volgens mij gaat het over verbinding. Dus geef het de ruimte. En er is heel veel gezegd en dat maakt het nodige los. En dan is het ook fijn als je de ruimte voelt om gewoon te reageren en niet ingeperkt te worden. Allereerst herken ik heel sterk het beeld wat door verschillende mensen wordt geschetst van onze cultuur en de sfeer hier. Ik vind de sfeer hier eenzaammakend. Ik heb 6 jaar op Eiburg gewoond. Nou, dat kan ik geen enkele single aanraden. Als je een familietje hebt, dan is het misschien leuk. Maar ik heb 6 jaar in een flat gewoond. En aan het eind ben ik eindelijk een keer een medebewoner op gaan zoeken. Nou, heb ik wel een leuk gesprek gehad. Dat aan de ene kant. Aan de andere kant had ik even een vraag aan hem, aan jou. Want jij zei net, we hebben behoefte aan een plek om elkaar te ontmoeten. Kort geleden bedacht ik, ik was bij een diner van Resto van Harte. Kan ik van harte aanbevelen, heel gezellig. Toen dacht ik van ja, er gaat... Iedereen is heel gezellig daar. Iedereen gaat naar huis en zoekt de eenzaamheid weer op. En waarom nodigen mensen elkaar niet uit thuis? Dat gebeurt volgens mij veel te weinig. En
elk van jullie heeft natuurlijk ook een woning waar je elkaar kunt uitnodigen. En ik vind het vaak nog veel gezelliger thuis, als het een beetje leuk gezellig maakt, dan in de kroeg of weet ik wat. En nou ja, dus hoe kijk je daar tegenaan? Van, zie je dat ook als mogelijkheid om, hè, of heb je per se een plek? Ja. Even kijken, deze vraag even beantwoorden. En dan ga ik zijn andere, ja, daar een opmerking en daar en daar. Oké, dus eerst dit. Hè. Jij wil een aparte plek en hij zegt, joh, je kan gewoon bij jou thuis, weet je, bij Rafa thuis, weet je, bij Lian thuis, weet je, bij Miro. Ja, ja, zeker. Het idee is dat je gaat, nadat je mensen leren kent, jullie zijn vrienden, dan nodigen jullie elkaar uit naar huis. Maar daarvoor, die ignition point, waar gaat dat gebeuren? Waar ga ik Yasin ontmoeten? Ik heb hem net gezien. We wonen gewoon een... Weet je wat ik bedoel? Ja. Er is een punt nodig om samen te komen. Het is een vertrekpunt. Het is niet het eindpunt. Precies. Oké. Jouw hand ging eerder de lucht in. Even kijken, ik kom naar je toe. Ik hou de microfoon zelf een beetje vast, want sommige mensen hebben de neiging om met de microfoon er vandoor te gaan. Ja, letterlijk aan figuren, dus ik hou hem vast, ja? Oké. Mijn naam is Esther. Ik heb een vraag over... Was wel heel dichtbij. Er stond ook in de aankondiging, wat kunnen we leren van nieuwelingen? En wat ik vorige keer ook hoorde, toen ik bij zo'n soort bijeenkomst was, is dat we heel erg proberen om onze cultuur inderdaad, van, nou, wat kunnen wij doen, hoe kan je aanpassen? En wat ik zo interessant vind, is wat kunnen we leren van jullie? En wat ik ook heel mooi vind, is dat wij inderdaad voor een deel allemaal eenzaam zijn. Inderdaad, wat jij zei van, hey, we gaan werken, heel hard werken en dan sluiten we de deuren. En wat ik zo interessant zou vinden, is wat kunnen we van jullie leren om dat meer te omarmen? Hoe kunnen we... Ja. Maar dat is in feite wat wij proberen te doen. We proberen een soort best of both worlds te vinden. En natuurlijk heeft het voordelen dat wij zo individualistisch zijn. Ik ben heel blij dat ik mijn ouders niet in huis hoef te nemen. Ja. Maar ik vind het ook heel interessant om te merken dat ik nu met mensen optrek die zeggen, het is best wel fijn om een beetje afhankelijk van elkaar te zijn. Ja. En als je elkaar nodig hebt, dan ontmoet je elkaar tenminste. Dus nee, ik denk dat je helemaal gelijk hebt dat je niet per definitie moet zeggen, nou pas je maar aan, want dit is wat wij hier doen. Ja. Want daar zijn wij dus allemaal ook niet intens gelukkig mee. Ja, je onderschrijft wat ze zegt. En dan ben ik vooral benieuwd naar natuurlijk, wat kan jij aan haar meegeven? Wat zijn concrete? Niet dat we, interessant, dat neem ik mee. Dat is al een mooi punt. Maar wat kunnen we daar concreet mee doen? Duidelijk. Oké. Dan kom ik even naar jullie. Dat is de vraag, wat kan ik van jou, ja, leren misschien is heel groot, maar wat kan ik van jou, weet je, wat heb je voor, ja, om de eenzaamheid te bestrijden, verdrijven, om mee om te gaan? Ik denk hospitaliteit. Ga door. Bijvoorbeeld, ik heb in poor mannen, dicht mijn taal, en mijn koken, als zij gaan naar hun huis, zij pas bij. Ja, oké. En altijd, hi, ik zeg een keer, kom eten. En zij vragen, toch? Ja. Ik zeg ja. Ja. En zij komen. Ja. En de volgende keer, ja, de derde keer, die komt. Yeah. En ik zeg, mag ik iets vragen? Yeah. Ik zeg, oké. Ik zeg, je bent hier in onze huis voor drie keer. Waarom je niet uitdagen ons? Hij zegt, ik heb haast. Ik zeg, oké, al die mensen in mijn eigen land, ik werkte 5 dagen en ik ben ook een speciaal tutor. En ik heb tijd om de mensen te ontmoeten of uitnodigen. En ik denk, als je uitnodigt iemand te jouw huis, dan het is jouw sfeer. En Duidelijk uitnodigen, hospitality, ja, gastvrijheid,
uitgestoken hand. Ja. Even kijken. We hebben nog één gast die ik naar voren wil halen. Maar ik zag al een paar handjes de lucht in gaan. Misschien is het beter nu om een paar opmerkingen achter elkaar op te halen. En dan kijken. Dus een paar vragen of opmerkingen achter elkaar. En dan reageren jullie. En dan haal ik hier Younes naar voren, ja? Mag ik iets ook zeggen? Ja, onze hoofdgast, je mag alles zeggen. Veel mensen hier, ja. Nederlanders, weten bijna niks over Syrië. Ja? En zij vragen, je bent educated? Dat is goed. Ik zeg, we hebben heel veel mensen die studeerden aan de universiteit en werken. En ik voel me als in. Ik wil. Zeg maar in het Engels. Reflect. Spiegel. Reflect mijn personality hier. Ja, oké, ik ben nieuwkomer, maar ik wil. Ik wil meteen werken en verbouwen mijn personeel leven hier. Ja. Mag ik nog één ding zeggen op jouw vraag? Ja. Wat ik denk dat we ervan kunnen leren is dat je er best wel heel open over kan zijn. Kijk, zoals Merel, er zijn heel veel mensen die zich bij ons melden in eerste instantie om vluchtelingen te helpen. Maar uiteindelijk halen ze er zelf net zoveel uit en dan voel je opeens dat wat je gemeen hebt, namelijk dat je allemaal in de grote stad best wel verloren kan voelen. Ja. En dat je kan leren van dat iemand je meteen te eten uitnodigt en gewoon aanbelt. En niet over 3 weken een tijdslot van een half uur. Ja. Mag ik 2 seconden daarover? Letterlijk 2. Ik zie het. Wacht, ik moet de. Oké, we moeten meer leren om meer te plannen en jullie minder te plannen. Dit had je echt voor het einde van de avond moeten bewaren. Echt, dit is echt wel bespaard. Oké, opmerking uit de zaal. Ik zag hier, ik zie opmerking. En Sjoerd hier, daar, je gaat die kant op. Sorry. Hallo, ik ben Sofie. Ik heb vrijwilligerswerk gedaan via vluchtelingenorganisatie. En Asif ken ik door een vriendin. Ik wil alleen even, het is meer een opmerking, Asif. Die begeleid ik vrijwillig. Ik ben ook een van de drukke Nederlanders, maar ik probeer hem toch wel tijd voor hem te creëren. Ik denk het bewijs ook dat hij is uitgenodigd op mijn verjaardag vorig jaar. Vol met allemaal vrouwen, dus wat dat betreft was dat een gelukkig momentje. Maar ik wil meer meegeven dat ik ben niet een ervaren vrijwilliger met vluchtelingen. Ik heb wel de afgelopen 5 jaar dat begeleid. Alleen, ik ben ook in confrontatie gekomen met Asif en zijn eenzaamheid, gevoel, maar ook teksten over zelfmoord. En ik wil alleen bijdragen, of tenminste meegeven aan de vluchteling hier, dat het soms ook moeilijk is om daarmee om te gaan. Ik ben zelf geen psycholoog, maar je neemt het wel mee. Je gaat naar bed en je voelt je wel ergens verantwoordelijk voor de tekst die je hebt ontvangen. Tegelijkertijd denk ik, ik heb geen begeleiding die mij daarin assisteert hoe daarmee om te gaan. Dus het is meer van de. Ik denk dat er genoeg Nederlanders ook zijn die zoveel positieve energie hebben richting de vluchtelingen. En ze wel dagelijks of wel wekelijks uitnodigen bij hun thuis. Een stukje inburgering, maar ik wil wel meegeven dat ik ben niet de enige hierin, dat weet ik zeker. Dat het ook voor ons soms even ontdekken is, hoe gaan we ermee om? Want ja, er zijn vast wel instanties, maar. Sofie, ken je IMBI? Dus ik ga jou straks vragen. Ik denk dat wij ook wel heel erg de neiging hebben om alles te willen fixen. Soms is iemand eenzaam, het enige wat je kan doen is er niet van schrikken en er zijn. Ja. Je kan het luisteren, niet oplossen. Luister het oor. Ja. Even kijken, ik zag jouw hand in de lucht. Ik ben Anja, ik ben een collega van Liaan. En ik ben zelf ook 24 jaar geleden als vluchteling hier gekomen. Dus ik weet precies hoe moeilijk het soms is en hoe eenzaam. En jouw vraag, wat kunnen we leren van elkaar, is wat voor mij heel fijn was. Dat je mij gewoon kleine dingen doet, kleine dingen meenemen. Niet te veel denken, we moeten naar de musea, we moeten leuke, super activiteiten, maar gewoon mens zijn, buur zijn en gewoon even samen dit leven lopen. Zoiets. Had je ook die gevoelens van eenzaamheid? Ja? Ik ken ook heel erg toen ik mijn huis, dan krijg je een huis en de deur die ramen en denk je, hoe kom ik die mensen daar tegen? En daarom ben ik zo blij dat we INBI hebben en dat we dat wel proberen dan
een beetje te helpen. Dus het is misschien een soort schrale troost. 24 jaar had je dat ook, nu ook. En er is een kans, ja, er is een kans dat in de toekomst, het komt goed, ja. Even kijken, ik zag daar nog even, ja, daar, vertel eens. Ja, zes of jij wie weer? Ik ben Francis Gevier Alders en ik doe met jullie een PWS over eenzaamheid naar vluchtelingen nieuwkomers. En ik vroeg me af of het niet, jullie niet maken heel veel emoties mee, jullie maken eenzaamheid mee, jullie maken waarschijnlijk ook heel veel angst mee. En ik vraag me af of die angst misschien ook is om jullie eigen identiteit te verliezen. Want ik kan me voorstellen, misschien ben je 30, 40 jaar, je wist altijd wie je was en dan kom je hier in één stad en dan weet je niet meer wie je bent. Ja. En misschien is dat dan ook een reden waarom je juist ook mensen van je eigen cultuur wilt. Ja. Ook een vraag over, heb je het kunnen volgen, die vraag? Oh, nee. Dat je ja, zo was rap. Ja. Nederland is heel goed. Ja. Jij kon het volgen, ja? Ja, precies. Ja. Vertel eens, Rafat, ja. Well, I think for me especially, it wasn't a problem of identity, because the only thing I brought with me was myself. So that was the only thing that I was sure of. So it wasn't a problem of identity, actually. It was a problem of surrounding. The center was okay, but the surrounding was... I have a different opinion about that. Okay. Dat is mooi. Misschien is het, kijk, we gaan nu een beetje richting met elkaar vragen, opmerkingen naar voren brengen. Dat is heel mooi, dat hadden we ook zo min of meer bedacht. Maar we hebben nog één iemand die waarschijnlijk ook een mooie bijdrage aan de avond kan leveren. Dat is Younes. Younes, zou je alsjeblieft naar hem toe willen komen? Ja, precies, neem plaats. En krijg Younes. Ja! Nu een beetje water. Ja. En Younes, vertel eens. Engels, please. Engels, ja. Goed in de microfoon. Even kijken, ik ga even nieuw water voor jullie halen. En even kijken. Of ik vraag even Sjoerd. Sjoerd, zou je alsjeblieft nieuw water willen? Ja, even kijken. Younes, you are a researcher. Are you a researcher at the University of Amsterdam? Or a Vrije Universiteit of Nijmegen, Radboud? I am a former junior researcher in Vrije Universiteit Amsterdam. Yeah. And currently I'm a junior researcher in Utrecht University. Uh-huh. And project assistant in Nijmegen and Radboud University. Yeah. And you are originally from? Syria. Syria. And since when you woon je in Nederland? I came also in 2015, September. Mm-hmm. I know Lian since that time. And the first refugee you met, okay, yeah. So, I start working also in 2016, okay. May. Yeah, and what's your research about? Please tell us something. Mainly about the integration and refugees and diversity. Yeah, but what is the hauptvraag? What is the main subject question? Well, I will just give a brief summary. I was a part of three research teams. First one, it was about resilience and the receptions area. Yeah. It was resilience. Hoe moeten we dat vertalen? Is resilience. Het wat? Veerkracht. Veerkracht. Ja. How are your ability to of adaptation? Yeah. Second, it was published accepted to be published. Gefeliciteerd. Second one, it's about the role of social media in the emergency period. It was about Hemisort Nijmegen, as it say. Third one, it was for the social, the Ministry of Social Affairs, about the role of voluntary work in the integration. Yeah. And currently we are doing research about, both they were published. Yeah. Now we are doing in Utrecht University about the interaction of Syrian stakeholders with the institutions and daily life in the Netherlands. Okay, and please correct me if I'm wrong. So the last research, is it related to our subject? Well, yeah, it's about mainly I had interviewed more than 120 refugees, status holders and asylum seekers from Syria, Eritrea, and different nationality also. The last research is about their psychological health, and then also, and yeah, that's, we are too proud, it's mainly Syrians and Eritreans, we are too proud to admit that we have psychological problem, and we don't, but we speak about it,
but we don't admit it. When, especially if you say, do you want to go to psychologist or psychiatrist? Nobody wants to, because I'm not sick or I'm not crazy. I'm not crazy. Yes. So that's the problem, that the cultural differences. Yeah. It has to be indirect. Yeah, yeah, but also. It has to be indirect. You have to talk about the subject, talk about it indirectly. I want to I want to reflect about the questions Mohaimin has raised and also replied to him. The problem of the first generation of our, you know, we are Syrians, the first generations, we have the same problem with the first generations of Moroccans and Turkish. If you ask if you ask the first generation of Turkish and Moroccan, maybe Iranian as well, that would you like to stay here? No, say, they will, that, no, I don't want, I want to be back, but stay here. They buried here also, they died here. So that's a problem for belongingness and feeling home. Yeah. So there are similarities between those people with a different background, why they came here. Yeah, the same thing. With a Syrian or Iranian. It will be repeated, the same problem. We are human beings. Okay. So you just to get it clear about your research. So one of the results was you said that people, they don't want to, they think it's like a shameful thing to admit. Yes. Are there other results of the research you can tell us them, so we can, you know, just ordinary people can understand some of your academic research, other stuff? Like related to this topic, that about the loneliness, because it's not about being surrounded by people. For example, you, when you went to college, or anyone here when he or she went to college, they miss their family, and even they are surrounded by roommates, housemates, whoever. If you are a soldier and you are deployed somewhere in your different country, you will also be surrounded by your mates, but you are not with your family, so you start to feel lonely, but different degree, the different extent. And that's what the same with refugees. It's not about being surrounded by nice people who are really giving you from one side, but also how you miss something. You feel that the belongingness of being home and creating your own feelings to the same building. Yeah, I see. And please tell us something about your Yala Foundation. What's the Yala Foundation? Yala Foundation, I'm a co-founder, and the other co-founder, her name is Marinka Domen, from Nijmegen. Yeah. Yalla Foundation is a conclusion of our experience in Hemisort. When I was in Hemisort, Lian introduced me to Marinka and her boyfriend. And I was inside as another refugee with Philip, who was with me as well. So we started a Facebook group that we tried to connect, because Hemisort, just to give an idea, it was 3,000 people in the forest, and divided to villages, and each pavilion, it was divided for 12 rooms. Each room has 8 people without any ceilings and open ceilings. So it was for 6 months. So that it was really miserable situation. We needed to many stuff, starting with the clothes, bikes, information. People, they are hungry, to start working, start the education. So that was a big tension back then. So we started to collect information, me from inside and Marinka from outside. And in the end of the Hemisort, we said we have to put this information in a platform. And because it's not only like an information you can find it maybe randomly, but also you need to find it in one place and you need to map it. Because it's not easy to find to know which exactly what you want to start. You start from your procedures, then and to asking to different like permanent, as it say, to start with your DU loan, to your housing, your education validation of your diploma. So you need exactly to put it in order, what kind of information you need one by one. So that's what Yalla Foundation, and also we try to connect people online as this his initiative, or another people with maybe connect organization with each with themselves as well. Yeah, ik ga zo de zaal in, dus als je vragen of opmerkingen, dat is het moment dat wij zeg maar het laatste kwartiertje ongeveer dit soort dingen met elkaar uitwisselen. En ik kan het niet vaak genoeg benadrukken, zeker vanavond, dit is het moment, deze avond, moeten jullie met elkaar in gesprek, dat moet, anders krijgen jullie geen consumptiebon.
ze krijgen toch wel, ja. Nee, serieus, weet je, dit is echt het moment vanavond. Ga naar hem, ga naar Lian, ga naar Rafat, ga naar Asif. Met elkaar in gesprek gaan, want nu zijn al die barrières hebben we beslecht. We zijn onder één dak, dus over 20 minuten moet helemaal gekkenhuis worden hier met mensen die met elkaar kaartjes uitwisselen en telefoons en dat soort dingen. Jella Foundation, nog één vraag daarover. Now, one more question. Is dat de website with all this like practical information, a lot of practical information, van over chipkaart tot, weet ik veel, noem eens wat, weet je, wat je allemaal kan vinden. Like your how to have a scooter. Driving license, how to, for example, even the interaction with Dutch, how can you build a startup, your business. It was a voluntary work from us, and mainly I will have to mention that big part was on Marinka as well, because it's in Dutch. Some kind of English, but both of us, we cooperated in that. And also, then we made another website, it's called welcometonijmegen.nl. For the municipality of Nijmegen, and also there is a very practical information about people, status holders in Nijmegen. Okay, final question for you, and then as I said, I'm going to collect some questions and remarks. Heb jij ook die eenzaamheid gevoeld? Well, I am, as I said, it's we maybe feel it, but we ignore it. I was not. But the same, I feel it was the same. I am struggling with the same reasons. I am working. But it's not about. I'm addicted in a way. But I have the same struggle with the Mohammed and the other first generation, because you are new in society and you start to be want to build your belongingness to this society. Yes, I have this struggle, but loneliness, I don't think so. Yeah. Okay. I'm sorry, but loneliness doesn't come the first week, you know, like it doesn't come the first year or the second year. It's once you start your life, then the excitement of the new city, new life goes, and then you are set to your routine. God forbid, I hope you will never have that. Okay, yeah. But you are saying it komt nog. Ja, ik hoop niet. Je hoopt het niet. Hij zegt realistisch gezien, to be realistic. Sorry, maar ik heb niemand gezien, niemand, geen enkele persoon gezien die leeft hier meer dan 3 jaren en die heeft het niet. Dat wat hij zei, precies. Het gaat niet over die armie van mensen rond jou, maar je hebt een speciale mensen. It's not about who, how many people around you, it's about who around you. And that's de kwaliteit daarvan, niet de kwantiteit. Their degree, their description, who are they? Yeah, and to some extent I agree with him. It's, you know, maybe I don't feel, but because I'm really drawn with work and I have many things to do. Maybe it comes some moment that when I don't I don't have something to do, I feel, oh my God, I'm alone or something. It comes from that, but I don't feel it, but it doesn't mean that, I feel like lonely, because it's just to figure out that you have many things to do. Ja, oké. Okay. Ik ga even kijken, ik zag één hand. Is jouw vraag opmerking nog geldig? En ik ga naar jou toe, Ja, sta eens op. Dus, vertel eens. Wie wat waar? Mijn naam is Marcelle Maals en wij zijn een stichting vorig jaar gestart in Amsterdam-Noord. Warm welkom. En dat is voor statushouders die in Noord zijn komen wonen. En het kwam eigenlijk uit voort, ze krijgen een huis en dan moest hij daar. En dan had je wel vluchtelingenwerk, wijkvrijwilligers, maar er was van zo'n grote stroom mensen dat er eigenlijk heel weinig wijkvrijwilligers waren. En dan is iets, ze krijgen een sleutel en dan er zijn organisaties in de buurt die ze eigenlijk gewoon echt wel zouden moeten kennen. Maar ook gewoon lokale organisaties, buurtinitiatieven. En toen zijn we stichting, hebben we een pilot gedraaid. En dat ging zo goed dat we een stichting zijn gestart. En daar zijn we nu eigenlijk nog steeds mee bezig. En daarmee binnen 10 bijeenkomsten krijgen mensen met Stichting Doras, met welzijn, met gezondheidszorg. Die komen er naartoe, komen voorlichting geven. En we organiseren een avond met buurt en een durf te vragen avond. Maar wat wij heel erg zien is dus inderdaad ook gewoon de psychische gesteldheid van mensen. Weet je, hoe gaat het nu echt met je? En ik hoor het hier. En mijn vraag is eigenlijk wat zou er georganiseerd kunnen worden, of wat is er nodig om het bespreekbaar te maken? Ja, duidelijk. Fantastisch, mooi, goede vraag. Jij hebt hem mooi opgebouwd. Ja. We weten dat het niet bespreekbaar is, maar kan je het bespreekbaar maken? En zo ja, hoe?
Ah, dat is de vraag. Sommige dingen kunnen niet oplossen door jullie. Sommige dingen, we moeten door elkaar oplossen. En daarom, ik geloof echt met al mijn hart in die idee, Betna, which means our home, so we can come together and we speak about it in our own language. Exactly. What? You can go to Shisha Bar if you want to. Oh, Shisha Bar, yeah. It's many Syrians as well. Zouden jullie elkaar wel kunnen helpen, denk je? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik geloof daarin. Refat, jij stak je hand op? Ja, well, I want to tell a short story. If, of course, of course. Well, I had, I still have an amazing neighbor. She's Dutch. She's been trying to help me since I moved to my place. But then, I will tell you what she did actually. Once we started contacting each other, she started to put on my door small stuff that she thought that I might need in the winter, like socks, like soap, like soup in cup or stuff like this. And she used to put the sticker on this stuff and then she used to write how I can use this stuff. Because I can't read, she knew that I couldn't read Dutch at that time. So help was really needed. But then she every other day I used to wake up and find new stuff on my door with a sticker on it. And eventually I found peanut butter with a sticker on it, how you can eat peanut butter. And then one day I found a croissant with a sticker on it, that this is a croissant and we eat it. Well, what I was trying to say that she's really an amazing person. She helped me a lot. But at the same time, also, the way she was helping me, she was telling me how to eat food. And I felt offended. Because, well, I've been eating throughout my life. It's not that. So, well, since I am here, so I was eating. But so, also, providing help is not easy. It's not easy. You can also cause harm by, if you just want to throw help randomly, it can cause harm, because it did for me. Yeah. Have you ever told her about this misunderstanding? I actually told everyone except her. okay. And that is your opdracht. That's what I'm asking you, please. Yes, for this year, that's your task. For this year, you have still 3 months to go. Go and talk with her, you know? How do I, what is this? Oh, it's a croissant. Please show me how I eat it. Okay. Can. Yeah, what, yeah. Dus waarom vraag je het niet? Wat heb je nodig om met haar te vragen? Ja, precies. Dat is toch het hele punt. Hè? Jij bespreekt het ook niet met haar, zij bespreekt niet met jou. Jullie lijken eigenlijk op elkaar. Yes, that's why. Okay. Can I? Yeah. I'd like also to say it's about, it's not about the idea itself, but what also the cultural communication. We have differences. We have big differences. And I will give example about maybe. The maybe for Dutch it means 80% yes. For Syrians it's 80% no. And that's one of the things that, for example, for Refat, in my one of the research on interviews, I do not, and for you also, do not underestimate the ignorant also among us as the refugees, our status holders. We need many information. Like one of the Eritrean was killed by car because he couldn't recognize the traffic lights. He was not familiar with this. And don't, yeah, it happened. One of the Syrians also was asking in Nijmegen about the ducks, why the ducks are in the street, why nobody is eating them. that's happened. So there is information, but also the cultural communication, how you deliver your message, is a problem. Dus nog één keer vraag aan jou. De reden waarom je het niet aan iedereen vertelt, maar niet aan haar, heeft het een culturele achtergrond waarom je het niet vraagt? Actually, I did not want to hurt her. I saw that this could mean a lot to assumptions, her. Yes. Assumptions. Yeah. Okay. Mag ik nog een comment over wat Yassine zegt? Ja. En Refat eigenlijk.
Yunus. Yeah, that take Yunus. Oh, you look like Cassie. All die buitenlandse namen, heel moeilijk. Yeah, sorry. maar bijvoorbeeld, toen wij naar die kamp gingen, een therapeut, die gaat naar, echt, dat is de dag waar jij bent naakt geworden van alle jouw humanity, self-respect. Het is echt een lelijke ervaring. Ik ging de eerste keer naar een wc, waar daarna heb ik daar 8,5 maanden gewoond. En er is een instructielijst van hoe gebruik je de wc. Precies. En dat is de room wat ik zeg. Jij kan ons helpen bijvoorbeeld, maar je ziet mij als een statushouder. En je ziet hem als statushouder. Maar je weet niet, je grijpt niet die echte identiteit. Een te vergelijking, ik heb een vriend die woonde in Argentinië, hij is Nederlands. En toen hij daar woonde, er is een kroeg, die naam van de kroeg is De Koning. Dat is een Nederlandse kroeg in Buenos Aires. En hij gaat elke woensdag daarheen om een Heineken te drinken, een voetbalgame te kijken en zo. Om te zijn met Nederlanders. En dat is gewoon, niet omdat hij wil niet meedoen met de... Veel mensen zeggen dat, we willen niet dat nieuwkomers samenkomen, omdat het is tegen die inburgering. Dat is echt... Ja. Niet het kan naast elkaar. Precies, het is niet de een of de ander. Ja. Oké, duidelijk. Ja. Even kijken, ik kom even naar jou toe. Even kijken of jouw opmerking nog geldig is. Ja, ik weet niet. Misschien is het een beetje een stapje opzij wat ik ga maken. Maar ik zit er toch de hele avond een beetje over te denken. 34 jaar geleden ben ik ook gevlucht. Ik ben gevlucht van een klein dorpje in de buurt van Utrecht naar Amsterdam. Dus als ik jullie verhalen hoor, dan is heel veel is herkenbaar. Ik heb toen bepaalde keuzes gemaakt. En dat zijn de mooiste keuzes gemaakt die ik gemaakt heb in mijn leven. Ik heb bijvoorbeeld eenzaamheid die ik ook voelde, heb ik omarmd. Ik ben ermee aan de slag gegaan. Ik was afgelopen maandag was ik hier. En toen ging het ook over eenzaamheid. Maar het ging eigenlijk over eenzaamheid als probleem. En het ging heel weinig over, wat kun je met eenzaamheid doen, waardoor het misschien echt op een fundamentele manier opgelost kan worden. En dat wist ik eigenlijk ook een beetje bij jullie, met al jullie vaak ook hele moeilijke verhalen en moeilijke ervaringen, wist ik toch een ander geluid, zeg maar. En dat is ook een beetje, daarbij sluit ik aan bij wat eerder gezegd is, ik ben hier ook een beetje om te leren. Hoe kijken jullie nu als niet-Nederlanders... daarna. En dan kom ik ook bij het punt wat eerder gezegd is. Ja, het heeft misschien ook te maken met identiteit. Dat is namelijk mijn ervaring. Toen ik met mezelf aan de slag ging, toen heb ik eigenlijk ook voor gekozen om misschien een hele andere identiteit te proberen te ontwikkelen. En dat is even twee vragen over zijn ervaring. 34 jaar geleden kwam je naar Amsterdam. Had je gelijk je eenzaamheid omarmd of duurde het een paar jaar voordat je dat niveau van zijn bereikt had? Ja, kan je nog herinneren? Ik vermoed dat ik de eerste tijd me nauwelijks bewust was van hoe ik me voelde. Ik zat vast in een cultuur en een bepaalde manier van denken die niet uitnodigend was, waardoor ik niet echt... kon reflecteren op mezelf. En ik deed een opleiding waarin ik dat moest doen. Psychologie, neem ik aan. Dat had daar ook mee te maken, ook wat psychiatrie, sociologie. Dus dat is misschien ook een beetje mijn redding geweest. Het heeft tijd gekost, maar er zijn dus momenten geweest waardoor ik dingen ging begrijpen en zei, wacht even, de Nederlandse cultuur waarin ik ben opgegroeid, dat is het, maar dat is het ook niet. Dat mag niet het uiteindelijke antwoord zijn. Misschien ben ik geen Nederlander, meneer. Misschien zijn er zoveel dingen... Nou goed, dat is weer anders. Oké, dat is duidelijk. Okay. Maar heb je dit gehoord dat je een soort andere manier van benadering, weet je wel? Yes. Iets met je identiteit en zo. Vertel eens. Van zijn vraag. Hij heeft gevlucht en hij heeft een paar poses gemaakt, toch? Gevlucht, ja. Maar...
in mijn hoofd, het kan niet, je kan niet de twee woorden gebruiken in dezelfde zin, gevlucht en causes. Dat is heel anders. Ik vind het ook een beetje een pijnlijke vergelijking. Ja, oké, oké. Hoe hebt bijna geen koze. En hoe hebt, sorry, gevlucht, verhuisd, wat u wilt het noemen, van 20 kilometer, hoe komt uw familie, hoe kent de place, de taal, die bank, dat is niet vergelijkbaar met... Oké, duidelijk. Je hebt je punt duidelijk gemaakt. Van A tot Z, tot rijbewijs, tot een aankomen netwerk. Ja. Je hebt je punt duidelijk gemaakt. Ik ben bang, ik ga jou echt met hem oplinken. Met elkaar. Ja, nee, het is nu echt, gaan jullie met elkaar uitwisselen. En ik geef je nogmaals, hè. Deze avond, weet je, we moeten gewoon ervaring met elkaar uitwisselen. Probeer de overeenkomsten, maar ook de verschillen te benoemen. En niet, als ik jou was, hè, niet alleen maar concentreren op, nee, dat was anders, jij woont 20 kilometer. Maar wat zijn de overeenkomsten, wat zijn de verschillen? En dan kijken of je het kan extrapoleren. Ik weet ook niet wat het betekent, maar... Sorry, de meneer zoekt iemand die gaat zeggen van... We zijn hier, we gaan op de slag gewoon... Nee. Mooi man. Ik ga je met elkaar komen, jullie met elkaar. Refaat, ik heb jullie twee eigenlijk weinig gehoord. Ja, hoe kan dat nou? Ligt het aan mij? Jij zegt helemaal niet zoveel nu, hè? Je hebt nou verschillende dingen gehoord, weet je wel? Misschien verlies van je identiteit, weet je? Ben je daar bang voor dat je je Baluchi... identiteit verliest in Nederland. Is dat iets wat misschien helpt, misschien nog erger maakt voor je eenzaamheid? Dat je bang bent voor het verliezen van je Baluchi identiteit? Nee. Dat maakt mij niet eenzaamheid. Ik moet alleen met de Baluchi mensen hier ontmoeten en praten. Ik kan taals niet. Ik moet hier Nederlands leren en cultuur leren. En ik hou van de cultuur ook. En hou van de taal ook. En als ik hou van de taal, ik moet de Nederlandse mensen ontmoeten. Als ik niet ontmoet de mensen, dan kan ik de cultuur leren. Oké. Zelfde vraag ook van jou. Weet je dat verhaal van, ben je bang dat je identiteit een beetje verwaterd, een beetje ver... Nee, daar ben je niet bang. Ik ben niet bang. Soms voel ik mij dat ik ben niet goed en ik praat over het. Ik heb een taalcoach sinds 4 maanden en ik zie haar een keer en de volgende keer. Ik zeg, ik wil niet praten Nederlands. Ik voel me niet goed en ik wil Engels. Vandaag en zij zegt oké. En ik vertel haar over mijn familie en heel veel dat misschien en zij houdt en lacht. En ik vraag haar waarom. Zij zegt wij Nederlanders zijn niet gewend aan vertalen onze gevoelens direct. Ja, maar oké, zeg oké. Ik heb niemand om te vertellen. En ik voel mij nu beter. Ja. Even kijken. Praat je met je taalcoach Engels? Nederlands. Nederlands, zo gelukkig. Ja. Even kijken. Nee, ik kan vast. Vertel eens. Wie ben jij? Ja, hallo. Goedenavond allemaal. En ik ben Amr. Ik kom uit Syrië. En eigenlijk, ja, ik ga over eenzaamheid praten. Het is echt verschrikkelijk gevoelen. Maar er is een belangrijkste ding dat in vergelijking met onze situatie hier in Nederland en onze situatie daar in Syrië. Ja, daarom moeten we optimistisch zijn. Ja, we hebben allemaal last van eenzaamheid af en toe. Dat is logisch. We zijn nieuw hier, nieuwe cultuur, we moeten nieuwe taal leren, we moeten voor een nieuwe baan zoeken. Dat is logisch. Het neemt tijd en we kunnen niet zichzelf goed uitdrukken. Ja, mensen weten niks over ons, over Syrische mensen. Dat is onze verantwoordelijkheid. Ja,
En eigenlijk, we zijn echt gelukkig hier in Nederland. Ik maak niet complimenten eigenlijk, maar dat is het eerlijk, dat is het feit. Ja, in Nederland, ik heb heel veel vrienden die buitenland of buiten Syrië wonen, in Duitsland, in Zweden, in Finland. En ja, en ze vroegen me altijd af, of ze vragen me altijd af, hoe voel je hier in Nederland? Oh, ik ben blij eigenlijk. Ik heb contact met mensen en ja, volgens mij heb ik altijd elke week in contact met mensen. We hebben een taalcafé in onze buurt, we hebben een broodkamer. Ik ben lid bij Lian en MB en Els bij ja, en MB. Ja, ik vind het belangrijk en ik spreek nu beter dan eerst. Oké, ik volg een cursus, maar ik spreek nu beter dan eerst Nederlands. Dankzij die mensen, omdat ik in contact met die mensen heb. Dat is echt behulpzaam. Fantastisch, echt een te gek verhaal. Maar nog even over het onderwerp van vanavond. En ik moet het een beetje afronden. Hè? Ik ga het nu een beetje afronden. Ik kom straks naar jullie toe met één vraag. Hè? Als jij alle geld van Nederland had, wat zou jij doen met, voor het oplossen van dit probleem? Hè? Weet je, je beleid, je geld, je energie. Of zoals hij zei, andere manieren van kijken. Jij ook. Gewoon dat je... Waar zet jij je energie, je focus op? Dus dat is mijn laatste vraag aan jullie straks. Maar even nog een keer naar jou. Hoe lang woon je in Nederland? Ik woon hier 2,5 jaar. 2,5 jaar. Wauw, man. Je echt fantastisch weer Nederlands spreekt. Gefeliciteerd. Had jij ook op een gegeven moment, na een aantal maanden of een jaar, had je ook die gevoelens van eenzaamheid, zoals bijvoorbeeld hij vertelde, weet je, van... Heb je huis, dit en dat? En dan, had je dat ook of heb je het nooit zo ervaren? Ja, eigenlijk, het hangt af van persoon en anders. Misschien. Ja, soms, dat is logisch, omdat ik had last van een echt vervelende situatie. Ik heb mijn vader 7 maanden verloren. Mijn vader is overleden en dat was heel erg voor mij. En ik was in echt een slechte situatie. Maar wat dan? Ik kan naar de rug niet kijken. Ik moet naar de toekomst uitkijken. Mijn vader is overleden en het leven moet door. Wat kan ik doen? Ik kan niet naar Syrië rug. Ik moet mijn vader altijd belde me en ze vroeg me, hoe gaat het met jou? Studeer jij goed? Ja, ik wil trots op jou te zijn. Ja, en ik probeer nu snel Nederlands leren en om te achieve mijn vader. Ja, om te laten uitkomen. Mooi. Zoals ik zei, ik wil even met een klein rondje, weet je, en het hoeft allemaal niet zo concreet te zijn, moet dat en dan, maar weet je wat? Weet je, straks kom je, weet je op de gang, weet je, kom je de minister tegen, weet je wel, van sociale zaken en werkgelegenheid of van onderwijs, wat dan, weet je. Zeg ja, meneer en mevrouw de minister, we moeten die kant op, als het aan mij lag. Dat is een vraag aan jullie allemaal. Even kijken, met wie zal ik eindigen? Ja, met jou ga ik eindigen. Oké, laten we hier beginnen. That's the question. No, what's your tip, advice, you know, for Dutch people, government, organizations, you know, it's, when, you know, suppose it's late at night, we have drunk something, you know, we smoke, you know, and it's the bar. Okay, I'm with you. Yeah, okay. Yes. I'm with the bar. Please, yes. Yeah, je hebt twee vragen gesteld, deze en als je die alle geld van Nederlands hebt. Nee, die vraag moet ik weglaten. Nee. Er gaat al 2 miljard naar de dividend, hoe heet het, belasting. Dat hebben we niet meer, dat geld. Oké. Ik zou zeggen, laten we ontmoeten in Meidenweg. En laat die inburgering zijn dat we gaan... 1 week praten over met taal, gewoon met Nederlandse taal. We gaan 1 week praten over stropdas. Ja. En 1 week praten over mijn oesje te zatar. Wat? Precies. Ja. De croissant. Het te eten. Het is lekker te eten. Maar ik bedoel, het is een van de moeilijkste gevoelens die een nieuwkomer heeft, is de feeling of disability. No one here, in like
few people in the cell can really pronounce my name. And yeah. You talked about the identity problem. Yeah. I have that very big. It's a crisis yeah. for me. Yeah. But back to that subject, I think that by meeting in the middle of the way, sometimes we have to speak Dutch in a Dutch environment, and sometimes we have to speak Dutch in the newcomer's environment, yeah. so that people don't lose themselves, that they can still know, even though I don't speak the language, but I can still teach you something. One time your hand is above of my hand, and one time my hand is above your hand to show you. Okay. What is it a Syrian expression? No. Oh, you just invented this. Okay, duidelijk. De gulden middenweg. Yeah, and that's the whole idea with the project Bateman. I have, I think every one of you got a formulaire. Yeah. And in this formulaire, there is a little bit of a diagram included to explain about the enzyme hideouts of social isolation that leads to no network, of course, no work. Heeft iedereen dit gehad? Nee, oké. Dan moeten we straks even uitdelen. Als mensen naar buiten gaan, gaan we straks even uitdelen. Cool. Lian, het is even de vraag van jou. Hoe zie jij richting, concreet, abstract? Wat zijn jouw gedachten? Nou, ik begrijp eigenlijk wel heel goed wat je bedoelt. Het grappige, ik wilde zeggen van we moeten meer koken, eten en dansen. Ja. En dat klinkt als iets heel simpels en banaals. Maar wat ik zie gebeuren als we dat soort dingen organiseren, vooral feestjes met muziek en dans, dan zie ik opeens al die nieuwkomers, met name de Syriërs, zie ik opeens veranderen in wie ze waren. Ja. En ik begrijp heel goed wat je zegt. Ja. En dan, want opeens op de dansvloer zijn Nederlanders een beetje de sukkels. Dat is een hele belangrijke ervaring om te zien. Dat de mensen die de hele tijd een taal praten die ze net niet goed kunnen. En die opeens weer zichzelf zijn en iets doen wat zij goed kunnen en ik niet zo goed. Ja. Dus ik kom bij jou gezellig eten en dansen. Oké. Younes, how about you? What's your First of all, I believe that we have to distinguish between the reasons of loneliness. I mean, what kind of loneliness we have. Yeah. Psychological reasons. I mean, if somebody has problem, a psychological problem, he has to go to doctor in very cultural, skilled doctor. Yeah. If it's about loneliness of not belonging, this is a big problem, not only for you for as or me as an individual, but also for the whole country about the integration. Zoals die man daar zei, ik kom uit Utrecht. But also I mean that not belong to this country, or you feel that you are you cannot feel home. This is a big problem. This is the loneliness we are talking about. The government couldn't solve it so far. So we are talking that we have also to accept to lower our expectations, both the newcomers and the Dutch, and also to compromise and try to really also to accept that there are certain degrees of integration that you do not have 100% integrations, because also there's cultural clashes. I mean, especially with different aspects. Some people with the family, they don't accept their kids to learn some certain stuff. Yeah. And also we have to some regulation has to change in my own opinion, especially about engaging people, especially the newcomers. They are mainly more than 50% are young people. Engage them in work and labor market, not and keep them busy. Yeah. And that will help, I believe. Cool. Thank you. Merel, bij jou, wat zijn jouw gedachten over dit onderwerp? Je loopt al een tijdje mee met IMBY. Ik dacht niet kort, behalve IMBY, van allerlei organisaties en initiatieven hier vanavond, van een taalcoach tot iets in het Noord, de Dutchies enzovoort. Ja. En ik hoop vooral dat er mensen blijven zoals Lian, die dat ondernemen, die dat initiatief nemen en dat daar geld voor blijft. Juist. Dus die kleine dingen en die mensen die daar energie in stoppen. Ja. Even nog één vraag hierover. Zou je het niet leuker vinden als al die organisaties allemaal bij elkaar een soort huwelijk aangaan? Ik hoorde nu wel al dingen dat ik dacht, oh, we moeten wel even... Ja, één groot dansfeest, weet je wel, in de Spaardamme buurt, weet je wel, helemaal losgaan met al die organisaties, maar zeker ook van elkaar leren en weer samenwerken, What are your ideas? What are your direction? Okay. Small or big? Geen adult.
Ik kom van een land die de familie speelt een grote rol in mijn in de in leven. Maar hier het is verschillend, heel verschillend. En ik denk dat als het is gemiddeld tussen ons cultuur en jullie, het gaat prima. Want hier, ik vraag een vrouw, heb je een kinderen? Zij zegt, ja, ik heb een kind. En waar is hij? Zij zegt, hij is in Utrecht. En wanneer zei je hem? Hij zegt, met de kerstmis of als ik ben verjaardag. Ik ben zijn moeder op Facebook. En zij huilde. En ik voel me, waarom? Ik zeg, ik kan niet mijn moeder zien, want ik woon hier. Maar je kan jouw zoon. Ja, en wanneer? Waarom? Ja. Ja. Dat is mooi, ja. Dat zij, ja. Denk je dat zij nou, omdat zij jou nu kent, dat ze vaker met haar zoon omgaat? Ze denkt, ik moet met hem wat anders zien. Zij is mijn taalcoach. Oh, ze is je taalcoach. Ja. En soms zij zegt, oké, ik zie mijn zoon nu. Ja. En ik vertel hem over jou. Ja. En het gaat een beetje beter. Oké. Maar ze huilt blijkbaar bij elk onderwerp, hè? Alles. Ze is emotioneel. Ze is emotioneel, ik wou zeggen emotioneel. Ja. Oké. Asif, wat is jouw... wat is jouw gedachte, idee... hoe om te gaan met het onderwerp loneliness? Met eenzaamheid? Ik denk, wij moeten meer als MB... de organisatie maken. Je maakt reclame nu voor Imbi. Ja, dat is goed, dat is goed. Ja. Mooi, ja. Wat is voor jou het mooie, het belang van Imbi? Als jij het aan mij wil verkopen, aan mij wil vertellen. Waarom vind jij Imbi zo belangrijk? Elke twee weken, wij heten samen praten. Elke twee weken, wij praten met elkaar, ontmoeten, eten, idee delen, ze spelen. Ik vind het deze heel leuk. En wat eten jullie eigenlijk? Is het Nederlands? Is het alles. Van de Nederlands, van de Manhattan, van de Syrië. Iedereen neemt wat mee. Refat, what's your final, Jerry Springer? Jerry Springer show? Final thought, What's your final thought? Well, I just want to answer your question, actually, about... about what is the solution if we've got if I've got the power in the Netherlands. I agree with what Yunus said about assumptions. When I was talking about what happened with my neighbor, you said that the problem lies in assumptions, and indeed that is a big problem. But for you as an academic, it's easy to avoid it. But for me, it is a little bit more difficult to tackle that. And I believe the problem of assumptions starts with media and politics. So if I have the power to do something, then I will try to isolate those two problems from the media. Media and the politics, yes. I will try to isolate refugees as a problem from the media. Yes. Okay. Thank you. Thank you so much. Even kijken, is Lisa aanwezig? Lisa, zou je alsjeblieft naar voren willen komen? Dan ga ik hiermee eindigen, want je hebt een interactieve installatie gemaakt. Het heet Oog. En je bent van de stichting Nieuwe Helden. Lisa, hoe heet je van achter? Dat had ik niet goed meegekregen. Even kijken. Ik heb niet. Ik heb vertel. Ik heb niet de installatie gemaakt, maar ik werk er wel voor. Ja, het is een kunstinstallatie gemaakt door Lucas de Man en Pascal Le Boek. Zij zijn allebei van Stichting Nieuwe Helden, die je daar ziet, ik ook. En ik mag iedereen een publiek kaartje weggeven voor deze installatie. Dus je kan beneden bij de receptie kan je een tijdstip reserveren en dan kan je het oog bezoeken. Dus je wordt echt het oog
Het hangt aan het gebouw, maar je kan er dus ook echt in. Dus je wordt met een stoel word je erin gereden en dan krijg je een 20 minuten lang verhaal te horen eigenlijk over, over een gedeelde stad, over de zoektocht van het individu in deze stad en hoe we allemaal eigenlijk op zoek zijn en gezien willen worden. En daarom in het kader van de Week van de Eenzaamheid vinden we dit heel mooi passen en willen we graag aan jullie deze kaartjes schenken. Met name aan alle statushouders hier, zouden het erg leuk vinden om jullie terug te zien. Jij ook, iedereen mag komen. Ik zit beneden bij de receptie, naast de receptie. Dus als je het leuk vindt, kom langs en dan kan ik een kaartje voor jullie inboeken. Wauw! Ja. En dat is dus in plaats van 12,50, hè? Had ik het goed begrepen? Ja, dat is 0 euro. Oh, is 0 euro? Ja, precies. Dus even voor de volledigheid, is voor de gratis. Ja. Oh, je bent er tot 11 uur, juist. Ja. Oké, dan ga ik het een beetje afronden. Kunnen we een paar programma's zien van de komende tijd? Ja? Ja, dat zijn de programma's die misschien jullie aanspreken. Ik ga zo even hier staan. Even kijken. Vergeet niet dat dit papiertje, hè, hier, over Albeit, over het huis. En lieve panelleden, dank. En jullie ook ontzettend dank voor jullie participatie, voor het delen van ervaringen. Voor de rest, rest mij alleen maar om te zeggen dat jullie zijn hierbij allemaal... natuurlijk het blad kunnen jullie ook krijgen. Hoe heet het? Lonely in Mokum. Het is ook voor de gratis. En voor de rest, Sophie. Ik weet niet wanneer je weer jarig bent, Sophie. Iedereen is weer uit. Je bent... Oh! Oké, volgend jaar allemaal net als Asif naar haar verjaardag. En zoals de Japanse, hoe heet het, de haiku ging. Geen makkelijk ding is het een mens te zijn als de herfst eindigt. Ja. Dat was het. Oké, dank jullie nogmaals.